Deze aflevering is niet geschikt voor kinderen onder de 9 jaar en bevat eventuele spoilers. Nee, we zijn er alweer! Nou, met de antwoorden. Wat maakt u weer een kabaal, hè? Ja, ik heb dan van die in plastic verpakte pepernoten. Zodat het coronaproef kan strooien richting Wilma. Zo. Lennart Piet, ik merk dat u enige agressie heeft. Nee, waarschijnlijk door de frustratie dat u de antwoorden nog steeds niet hebt van ons. Helaas is mijn staf tijdens de vorige opnames enigszins beschadigd geraakt. Erg jammer. Dus ik zoek iemand thuis met een rolletje duct tape die mij de staf even weer zou kunnen maken. Want ik heb graag dat de staf hier bereikt en rechtop staat. Ja. Ja? Ja, maar tot dusver heb ik hem dus nu even niet in nodig. Nee. Daar ging weer een groot glaswerk. Ja. We zijn toe aan de antwoorden van deze quiz. De 10 vragen die ik heb gesteld over mijzelf in het kader van mijn schaamteloze zelfpromotie. Ja, in plaats van de schaamteloze zelfpromotie van de omroepdirecteur. Vond u het leuk, Lennart Piet, de quiz? Ik? Vond u het zelf leuk om mee te spelen? Nee, ik wist alles. U wist de antwoorden. Ja, dus het is niet leuk. U heeft goed gestudeerd op het Pieter College. Ja, zeker. Ik weet alles. De Pietenpabo. De Pietenpabo. Zit u daarop? Ja. Ah. Leuk, hè? We gaan door naar de antwoorden. Graag. Kijk eens aan. Wat gaan we doen? Ik sta al in spanning richting de televisie te kijken en te wachten. We begonnen met vraag 1. Pakt u de formuliertjes van thuis er maar weer bij, dames en heren. Die verlanglijstjes die u heeft gemaakt. Met al die leuke input met 10 erop. Ja. Let op, vraag 1. Dan ga zelf ook even mijn. Oh, ik weet de antwoorden trouwens zelf ook wel. Uit het hoofd, ja. Deze vraag ging over wanneer ik mijn verjaardag vier in België. Ja, met die zwarte Sinterklaas. Mannengebis inderdaad. Ja, ja. De plassende Sinterklaas die daar dan leuk op het bordes staat daar. Mag ik het antwoord geven? Geeft u het antwoord Eén dag later dan hier, toch? Zeg ik dat goed? Ja. Want hier op de Schelling gaan we dan in de Sunderen-modus. Ja, zo. En dan vertrekken wij richting België om daar mijn verjaardag te vieren. Ja. Het zijn namelijk zoveel mensen waar ik mijn verjaardag mee wil vieren, dat kan ik nooit op één dag. Nee. Lennart Piet. We gaan door naar vraag 2. Kijkt en huivert, hier ziet u mijn fraaie vorige paard, mijn fraaie schimmel. En het goede antwoord op de vraag was natuurlijk Americo. Oh ja, uit Amerika. Dat was mijn vorige paard. Deze kon heel mooi huppelen op het dek altijd. Prachtig mooi. Die huppelde altijd als geen ander. Voor vraag 3. Op deze boot heeft dat Americo natuurlijk ook staan huppelen. Pakjesboot. De pakjesboot 8 uit 1984 tijdens de live intocht op de Omroep Lennart van toen de tijd op de nationale televisie. Deze boot kennen wij als de Noord-Nederland van Rederij Doekse en in de volksmond hier op de Schelling heb ik vernomen dat ze dat ook wel de berenboot noemden. Waar is dat heen gegaan? Die is uiteindelijk in Afrika ergens beland en zoals met veel schepen die naar Afrika gaan, ligt die gewoon verroest op de zeebodem ergens te stralen. Leuk. Zonde. Ja. We gaan door naar vraag 4. Bij vraag 4 zongen wij dat fraaie lied, Lennart Piet. Met dat oog kom maar eens kijken, dat zongen we. Een snoezig jurkje kant en klaar, la 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 la, dat stukje. Een letter van handbanken. Ja, en daar kwam dan tussen twee kaatsenballen in een net. Een letter van banket. En een letter van kom maar eens kijken. Lennart Piet. Sorry. Met je omroep. Ja. Een goede antwoord is dus twee kaatsenballen in een net. Dat is de antwoord op vraag 4. We gaan alweer naar de helft. Halverwege komen wij op vraag 5. Daar zagen wij mijn fraaie geboortedorp Mira. Ja, u weet nog wel, met al mijn familieleden die daar woonden. En met daaronder het rookhokje van mijn moeder Nel. Ja. Ze is inmiddels gestopt met roken. Ik heb het schoencadeautje ook aangepast. Oh, ja. Ik zou een slofje brengen, maar het is uiteindelijk een pakje nicotinepleisters. Oh. Zeer zeker. Mira, dus mijn geboortedorp, ligt in het fraaie land Turkije. Sinterklaas. Ja. Ja. Zeker, maar ik ben naar Spanje verhuisd, want ik had het niet zo met meneer Erdogan. Was te warm, hè? Oh, Erdogan. Wij hadden een verschil van mening over een aantal zaken. Dus vandaar dat ik nu in het fraaie Spanje resideer. Goed, voor vraag 6 waren wij op zoek naar het huis waar ik thans resideer, terwijl ik hier in Nederland ben. Paleis Soestdijk. Het is Paleis Soestdijk, zeker. Inderdaad. Ja. Fraai, hè? Ja, ik slaap dus daar.
U slaapt daar. Ja. Gemakkelijk toegankelijk. Ja. Voor als u s'nachts nog even op pad moet, dat u daarna geen trappen meer op hoeft. Ja. Het is ook wel een vrij pand om te oefenen om op het dak te lopen, denk ik. Zeker, zeker. Erg leuk. Zeker. Goed. Heeft u al eens daarboven in die vlaggenmast gehangen? Ja. Goed. We gaan snel door naar de volgende vraag die ik gesteld heb. Dat was natuurlijk vraag 7. En vraag 7 ging over mijn verre familie Sint-Pieter, die dan ergens in februari aankomt, weet u nog? Ja, in Grauw. Grauw. In Grauw, nou? Grauw, nou. Daar is Nel. Ah ja, dat ben ik. Meest neemtje. Ja. Dan gaat Sint-Pieter, dus mijn verre achterneef, in Grauw op pad. Cadeautjes uitdelen aan de kinderen en de stoute kinderen met de roep bewerken. Oh. We gaan door naar vraag 8. Zeker en vast. Hier zien we een van mijn hulpzinten aan een bar hangen asociaal met zijn rug naar het personeel toe. Ja. Nou doe ik dat ook meestal als er een kerel achter de bar staat hoor, geef ik die heel toe. Maar in ieder geval, die vraag ging dus over als ik dan op het Brandarisplein met de intocht terechtkwam. Ja. Dan krijg ik altijd van die vriendelijke meneer Miedema, van vroeger van Hotel Nap, kreeg ik altijd lekker even een slokje aan. En doet hij dat nog steeds? Tegenwoordig zit er een andere meneer in Hotel Nap. Ja. En ik denk dat ze het nog steeds wel doen. Okay. Alleen dit jaar kon ik natuurlijk niet een officiële intocht doen en allemaal lastig met alcohol. Ja. En vorig jaar was meneer Miedema er nog? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Oh, nee. Ik ben al wat ouder natuurlijk. Ik weet het ook niet meer. Nee, van mijn bezoekjes aan de Stielen kan ik me altijd nog goed heugen. Maar verder is het altijd wat een groot zwart gat. Ja. Ik kreeg in ieder geval altijd lekker een glaasje Jutters Bitter aangeboden op een Brandarisplein. Ja. Dat is wel goed, dan warm je een beetje op. Heel lekker vind ik het niet, geef het heel toe. Maar ach, hè, het is nog even lekker een hartversterkertje voor de rest van de dag. Want als ik om Oost ga, dan beginnen ze gewoon lekker met hele kracht vol met pils te brengen. Ja. En dan begint de sfeer er altijd goed in. Ja, dat is om Oost. We gaan door naar vraag 9. Vraag 9 was de vraag Sinterklaas, wie kent hem niet? Met Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk. Lennart Piet. Ja. Sinterklaas, juist. Wie kent hem niet? Pepernoten. Lennart Omroep. Het antwoord op deze vraag is Henk en Henk. Want je zou Henk dan zeggen, Otten, en Henk, nee, en Henk, Henk, Henk Westbroek en Henk Temming. Henk Westbroek? Henk Westbroek. Oh, ja. Henk die. Westbroek. Ja. Ik ga een plaat maken over Sinterklaas. Ja, ja. Die dan waardeer ik zeer dat meneer Westbroek dat doet voor mij. Henk Westbroek en wie nog meer? Henk Temming. En zij vormden samen ooit de band Het Goede Doel. Okay. Ja. Meneer Westbroek is daarna een café begonnen. Ik weet dat ik vaak over cafés praat, maar ja, ik ben natuurlijk meer een café. Ik kom daar graag. Oké. Stonden leuke meisjes achter de bank. Ja. Zeker. Die heb ik allemaal wat in hun schoentje gedaan. Oh, wat leuk. Wat leuk. Dit was dan vraag 9. Hè, dus Henk en Henk was het antwoord. En de laatste vraag was vraag 10 over die prachtige actie van die Sinterklaasloten. Hè, die de mensen hier allemaal krijgen. Over dat halve Afrikaans oerwoud wat wordt omgekapt om loodjes van te maken. Ja. Dat zijn wel leuke loodjes. Ik weet wie dat organiseert. Ja, dat was ook de vraag. Ja, dat is Willemier. Die trekt altijd die loodjes. Nee, dat doet de burgemeester al. Willemier. Oh. Willemier is ook voorzitter van de TOV. Oh, die helpt altijd daarmee. De TOV is natuurlijk de organisator van deze actie. Ja, maar dus Willemier, want die is de voorzitter. Maar het antwoord wat we zochten was de TOV. TOV. Ik kan me heel weer verheugen op dat mevrouw Van der Pol straks weer in die grote stapel met loodjes gaat liggen rollenpollen. En dat dan weer een hele blije prijswinnaars uitkomen. Dat is een fantastisch moment, een hoogtepunt van het jaar. Meestal is dat volgens mij op 6 december. Klopt. En dan zijn wij natuurlijk alweer in België. Nee, het is 6 december is op een zondag, zie ik op het loodje staan. Dus het is maandag 7 december. Oh, het is op 7 december. Ja. Dat is mooi, want dan zijn wij alweer in Spanje. En dan kunnen wij het vast wel via een livestream even bekijken op de sociale media. Dat komt vast goed. Regel jij de techniek daar even voor, Lennart Piet? Dat het op een livestream komt? Omdat met normaal gesproken is er ook niemand bij, toch? Ik heb werkelijk geen idee. Oh, nou. Lennart Piet, mijn complimenten ook voor deze gelegenheid je aller fraaiste outfit hebt aangetrokken. Blauw van de omroep Lennart. Erg mooi omroep Lennart Blauw. Ja. Valt me nog mee dat je geen eigen logo sticker nog ergens op hebt. Nee. Volgend jaar adviseer ik dat zeer zeker. Lennart Piet sticker. Gewoon het Lennart Pietenpak. Tot zover. Het was mij waar genoegen om bij jullie te mogen zijn. Aanstaande zondag zijn Lennart en Bernard er weer, denk ik. Ik weet het niet. Ik denk het. Bij leven en welzijn en als ze niet zijn overleden in een Sinterklaaspak, zal er ongetwijfeld aanstaande zondag weer een verse quiz komen. Hier bij Omroep Lennart. Wij bedanken u voor uw aandacht. Pepernoten? Ze zijn met chocolade. Oh, dat stond tot woensdag. Dat klopt. Wat stond er tot woensdag? Ik zou zeggen, dag Sinterklaasje. Dag. Dag Lennart. Dag. Doeg, hè.